Vandaag een antwoord op de vraag van Gea. Gea vraagt zich af of wanneer je een keer een plak ontbijtkoek zou willen eten. Of dan ontbijtkoek zero, of dat een goed product is. Gea weet namelijk dat koek niet echt tot de basisvoeding behoort en niet echt gezond te noemen is. Maar ze vraagt zich dus af dat wanneer je een keer ontbijtkoek zou willen nemen, of dan ontbijtkoek zero, of dat een goed product is. Nou, Gea, om te kunnen spreken van een goed product, moet een product uiteraard wel voedende waarde bezitten voor je lijf. En wat wil voedende waarde zeggen? Dat het gunstig bijdraagt en niet belastend, belemmerend bijdraagt aan de processen welke plaatsvinden in je lijf. Stofwisselingsprocessen. Je lichaam heeft namelijk de hele dag door stofwisselingen uit te voeren. Wanneer hetgeen je eet deze stofwisselingsprocessen belemmert, bemoeilijkt, ja, dan belast je je lijf. Maar wanneer hetgeen je eet, het product dat je eet, stoffen bevat welke je lichaam helpt ondersteunen in het uitvoeren van deze processen, ja, dan heeft hetgeen je eet een voedende waarde. Je kunt dus praten van een goed product wanneer het voedende waarde heeft, wanneer het bijdraagt aan de stofwisselingsprocessen in je lijf. En dat kan ofwel zijn de productie van energie in je cellen, dat is een stofwisselingsproces, maar dat kan ook zijn het uitvoeren van een opbouwende, herstellende reactie in je lijf, de groeiprocessen in je lijf. Dat zijn ook allemaal stofwisselingsprocessen in je lijf. Wanneer je voeding stoffen bevat welke hier gunstig aan bijdragen, dat je lichaam dit gewoon allemaal goed kan blijven uitvoeren, dan heeft het voedende waarde en dan kun je spreken van een goed product. Ontbijtkoek Zero. Wat weten we van deze ontbijtkoek? Wat weet jij van deze ontbijtkoek, Gea? Dat het zero, dat wil zeggen nul, toegevoegde suikers heeft. Van toegevoegde suikers weten we dat dit geraffineerde suikers zijn. En dat dit dus moleculen glucose zijn, welke totaal geen vitamines, mineralen en vezels daarbij bezitten. En dat zijn stoffen welke de balans in je lijf verstoren en welke je lichaam uitputten. Welke je bloedsuikerspiegel verhogen en daardoor een reactie van je lijf vereisen. Want een verhoogde bloedsuikerspiegel, dat moet niet, dat mag niet. Dus je lichaam moet daarop reageren. Maar toegevoegde geraffineerde suiker levert verder geen stoffen die de verwerking van die glucose in je lichaam mogelijk helpen maken. En dan put je je lijf dus uit. Dus we weten, toegevoegde suiker is niet gezond. Heeft geen voedende waarde. Maar Gea, betekent dat ook dat wanneer ergens geen zero toegevoegde suikers in aanwezig zijn, bevat, dat dit dan een goed product is? Nee, want een goed product, dat is dus afhankelijk van de voedende waarde van het product. En dat weet je toch niet op basis van de afwezigheid van bepaalde stoffen. Dat weet je enkel op basis van de aanwezigheid van voedende stoffen. Dus moet je gaan kijken naar de ingrediënten aanwezig in deze zero ontbijtkoek. Wat zien we als we kijken naar de ingrediënten aanwezig in deze zero ontbijtkoek? Als eerste ingrediënt op de ingrediëntenlijst van deze koek staat roggebloem. Daarna staat sigorijwortelvezel. Vervolgens staat er ook nog een zoetstof in de vorm van xylitol. En daarachter staan ook nog wat ingrediënten. Ik zal ze er even bij pakken. Daarachter staan ook nog wat ingrediënten. Ik wist ze namelijk niet meer uit mijn hoofd. Dat is stabilisator, glycerol, specerijen, zonnebloemolie en rijstmiddel. Het eerste ingrediënt, roggebloem, dat is meel gemaakt van het binnenste deel van de roggelkorrel. En dat is het vitamine- en vezelarme deel. Want vitamines en vezels zitten in het buitenste deel. Roggebloem bevat daardoor geen essentiële voedingsstoffen. Wat zijn de essentiële voedingsstoffen uit granen? Dat zijn de vitamines, dus dat bevat roggebloem niet. Maar bevat wel zetmeel. En wat is zetmeel? Zetmeel is een keten van glucosemoleculen. Dat wil dus zeggen, deze ontbijtkoek bevat dan misschien geen toegevoegde suikers, maar bevat alsnog wel heel veel glucosemoleculen. En glucose is dus
Een niet-essentiële voedingsstof draagt niet bij aan de voedende waarde van een product, doet je bloedsuikerspiegel stijgen, vereist een reactie van je lijf. Maar zolang er in het product geen stoffen zitten die die reactie mogelijk helpen maken, put je je lijf dus alleen maar uit. Dat is het eerste ingrediënt, roggebloem. Dit betekent dat op basis van dit ingrediënt deze ontbijtkoek geen voedende waarde bezit. Wanneer is iets een goed product? Wanneer het voedende waarde bezit. De overige ingrediënten bevatten ook niet zozeer stoffen die echt een voedende waarde hebben. Die onder essentiële voedingsstoffen bevatten. Wanneer heeft iets namelijk wel een voedende waarde? Wanneer het essentiële, dat wil zeggen stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen, maar wel nodig heeft. Bij alle stofwisselingsprocessen, wanneer het essentiële voedingsstoffen bevat. Glucose, aanwezig in zetmeel, aanwezig in een roggebloem, bevat geen essentiële voedingsstoffen. En de overige ingrediënten die in deze ontbijtkoek zitten, bevatten ook niet zozeer essentiële voedingsstoffen. Dat wil zeggen dat deze ontbijtkoek geen voedende waarde heeft. Sterker nog, het eerste ingrediënt, wat ik net al noemde, is roggebloem. Dat wil zeggen, nee, het bevat geen toegevoegde suikers, maar het bevat wel suiker uit die roggebloem. Want roggebloem is zetmeel en dat is een keten van suikers. Na vertering in je spijsverteringskanaal belanden die als glucosemoleculen in je bloedbaan en dat doet je bloedsuikerspiegel stijgen. Zoals ik net al zei, vereist dat een reactie van je lijf. Je lichaam gaat insuline afgeven. Insuline moet contact maken met je insulineafhankelijke weefsels. En die moeten als reactie op die stijgende bloedsuikerspiegel, want de hoge bloedsuikerspiegel, dat mag niet, moeten die de glucose gaan opnemen. Maar hiertoe zijn ze niet goed in staat wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in je lijf. Wanneer je weefsels tekorten ervaren in essentiële voedingsstoffen. En dat kunnen je weefsels best wel goed ervaren wanneer je voeding tekort schiet in essentiële voedingsstoffen. Dit is dus een voorbeeld, deze plak ontbijtkoek, van een voedingsmiddel welke niet echt bijdraagt aan het verlagen van de bloedsuikerspiegel op het moment dat die verhoogd is geraakt. Dit zijn allemaal bevestigende argumenten waarom dit geen goed product zou zijn. Want een goed product is niet zozeer een product welke geen toegevoegde suikers bevat. Nee, een goed product is iets enkel wanneer het bijdraagt aan een goed verloop van de stofwisselingsprocessen in je lijf. En wanneer het geen essentiële voedingsstoffen bevat, draagt het hier niet echt goed aan bij. Nu staat er nog iets op de verpakking van deze ontbijtkoek. Deze zegt dat dit een bron van vezels is welke van nature aanwezig zijn in roggen. Ja, vezels zijn van nature aanwezig in roggen, mits je de gehele korrel gebruikt. Want die vezels zitten vlak onder het vliesje. Maar deze koek bestaat uit roggenbloem. Dus niet het vezelrijke deel. Dat wil zeggen dat het niet de vezels bevat die van nature aanwezig zijn in roggen, maar het bevat wel vezels. Hoe? Door de toevoeging van cigorijwortelvezel. Dus op de verpakking, de voedingswaardetabel, kan inderdaad vezel vernoemd worden. Maar wat op de verpakking staat, het is een bron van vezels van nature aanwezig in roggen. Nee, die vezels zitten er niet in. Toegevoegde vezels zitten erin. Maar als antwoord op je vraag, Gea. Als ik een keer ontbijtkoek wil eten, is ontbijtkoek zero dan een goed product? Nee, want van een goed product kun je niet zomaar spreken wanneer er geen suikers aan zijn toegevoegd. Want dat wil nog helemaal niet zeggen over de suikers die er hoe dan ook in aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van zetmeel. En dat wil ook helemaal niks zeggen over de aanwezigheid van essentiële voedingsstoffen. Wanneer draagt voeding enkel bij aan een goed verloop van de stofwisseling in je lijf? Heeft het een voedende waarde en kun je het een goed product noemen? Wanneer het in het bezit is van essentiële voedingsstoffen. En dat is deze ontbijtkoek.